Dit huis aan de Zonstraat in Utrecht kocht Aline Barnhorn ruim 20 jaar geleden. In de afgelopen jaren heeft ze er alles aan gedaan om het huis mooier en leefbaarder te maken. Het is een gemeentemonumentje. Ik heb daar geen seconde bij nagedacht dat ik daar toestemming voor over had moeten vragen. Maar dat had ze wel moeten doen. In een brief schrijft de gemeente dat het huis teruggebracht moet worden naar de oorspronkelijke monumentenstaat. Ik heb er een vermogen aan besteed, hè? Dat is echt niet niks geweest hoor. En omdat, ja, eigenlijk met veel toewijding en liefde. En het is natuurlijk heel naar en zuur als je dan weer een vermogen moet uitgeven om het weer lelijk te maken. Want Aline heeft bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak gezet. En die moeten weg. Ook heeft ze het spoorhuisje een kleur gegeven. En daardoor is een van de oudste spouwmuren van het huisje niet meer zichtbaar. Doordat het nu helemaal overschilderd is, zie je die stenen allemaal niet meer. Dus is eigenlijk ook dat typerende van die spouwmuur eigenlijk een beetje, ja, verdwenen. Dus dat is denk ik het belang wat hier speelt. Dat het typische van het monument minder zichtbaar is. Bewoners van de wijk vinden de eis van de gemeente belachelijk en besloten daarom een petitie te starten. Het gevoel, zeg maar, wat ik er nu bij heb, is in eerste instantie, ik sta met de rug tegen de muur, help. En nu heb ik het gevoel van, wat ontzettend leuk dat er zoveel mensen van dit huisje blijken te houden. En dat voelt bijna feestelijk. Maar ja, ik moet er niet aan denken natuurlijk dat ik dat allemaal moet ongedaan maken.